Vandaag ga ik vissen op het grote water. We gaan achter de grote snoeken aan. Hopelijk die op ondiepte liggen. Deze voorspelling ziet er gewoon goed uit. Prachtig weer. Geen garanties, maar we gaan het meemaken. En met we, ja, dan bedoel ik Nick Landman mee. Nick kennen jullie waarschijnlijk ook wel vanuit vissen vanuit de bellyboot. Die vist veel op de rivier. En vandaag gaan we gewoon een paar uurtjes achter die snoeken aan vanuit de boot. We gaan zien wat er gebeurt. Van de ondiepte aan, hè? Ja. Net die ene daar ook al, nou deze. Foto Nick of... Nou, dat is niet. Ik zal het maar niet doen, hè? Wat een klap, joh. Ja, dat is ook gewoon. Yes. Nou, dit is hem. Ik zou hem mooi niet binnenboord halen. Geslij, wat? Nou, maar per speurtje hoor, ik denk, nou, dit is, als het een snoek is, dan is het er eentje, joh. Maar, zonde, joh. Ja, jammer. Jammer. Achterover je fiets. En zo. Zo, dat zit er weer op. Nick en ik die, hebben een aantal uren op de ondieptes gevist. Het was niet heel denderend. Maar uiteindelijk twee snoeken te pakken. Ik haakte nog een brasem, helaas. Die leek inderdaad op een hele grote vis. Maar helaas was het een brasem in zijn zij, zoals jullie hebben kunnen zien. Een paar volgers, maar nog niet echt de actie waar we op gehoopt hadden. Helemaal niet gezien de temperatuur op dit moment. Op sommige plekken was de watertemperatuur al 10 graden. Ja, dan verwacht je dat die snoeken gewoon op het ondiepe liggen. Hè? Dat was in dit geval nog niet zo. De komende maanden komt er veel meer moois aan, dus stay tuned. Blijf vooral kijken.